Jannie Vleerbos is de nieuwe voorzitter van Stichting Almelo Promotie. Ze volgt daarmee Jan van Schild op, die zich kandidaat heeft gesteld voor het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie is Jannie eigenlijk? Ik woon hier al heel veel jaren met veel plezier, samen met mijn man. En ik ben getrouwd dus en heb een dochter van 25 jaar. Daarnaast werk ik als communicatieadviseur bij ZGT, nu sinds 2,5 jaar. Als Stichting Almelo Promotie hebben we een aantal taken die we uitvoeren in de stad. We verzorgen natuurlijk de stadspromotie en we informeren bewoners en bezoekers over wat er allemaal in onze stad te doen is. En daarnaast ontzorgen we evenementenorganisaties. En dat doen we op een aantal terreinen op het gebied van logistiek, maar ook in het ondersteunen van de PR. En wat ook belangrijk is, vanuit ons budget dat wij beschikbaar hebben voor onze evenementen, kunnen wij een financiële bijdrage geven aan die evenementen. Is dit een betaalde baan of vrijwillig? Dit is een vrijwillige baan. En ja, ik vind ook eigenlijk dat dat zo hoort als bestuurslid. Ik ben al heel lang betrokken bij tal van organisaties in Almelo en daarbuiten. En ja, ik vind gewoon vrijwilligerswerk hoort bij mij. Ik heb een betaalde baan en daarnaast ben ik gewoon betrokken bij heel veel dingen. Ik heb net mijn bestuurslidmaatschap van het Historisch Festival op moeten zeggen. Omdat ik nu voorzitter ben geworden van Stichting Almelo Promotie. Maar ook daarin heb ik eigenlijk vanaf het begin alle publiciteit in PR. En als bestuurslid denk je mee over het programma. En ja, als je zo'n evenement moet organiseren, daar komt gewoon heel veel bij kijken. En daarnaast doe ik de publiciteit voor de profronde in Almelo. Ik doe de publiciteit van Stichting Kans voor een Kind. Ik ben lid van de serviceclub, dus ja, ik heb genoeg te doen. Ik voel me heel erg betrokken bij de stad en bij mensen. En dat is ook wel een beetje voor mij de drive om te kijken van, nou ja, hoe kun je daar dan zelf wat aan doen? Kijk, er zijn altijd heel veel mensen die zijn vaak negatief, maar die staan ook aan de zijkant. En dan denk ik van, nou, kom op, toon je betrokkenheid, doe mee. En, want de mensen maken samen de stad. En het kan niet zo zijn dat, als ik zie hoeveel vrijwilligers er hier in deze stad actief zijn, ook als ik zie, kijk naar de evenementen hier. We hebben meer dan 150 evenementen per jaar hier in deze stad. Dan denk ik, ja, die saamhorigheid vind ik gewoon heel belangrijk. En daar draag ik graag aan bij.